Ja, van harte welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken. Ik hoor van veel vrouwen dat ze wat melancholisch zijn, zwaarmoedig zijn. Ik heb er zelf ook last van gehad. En bij mij is het altijd zo dat ik, als er iets bij mij gebeurt, dan keer ik altijd eerst naar binnen om te onderzoeken, wat is er bij mij? Er zijn natuurlijk altijd stukken in je leven die je aan te kijken hebt. Maar als ik het, ik ben 20 jaar spiritueel trainer, life coach. Dus als ik weet gewoon dat als ik het in mij niet kan oplossen, dan resoneer ik ook altijd met een collectief veld. En dat is natuurlijk veel te groot, veel te zwaar. Dat kan ik niet in mijn eentje dragen. En op het moment, dat is bij mij altijd het signaal, als ik alles heb gedaan om wat er in mij zit of om me heen gebeurt, als ik er alles aan heb gedaan en het lost niet op, want als het jouw probleem is, kun je het namelijk ook altijd oplossen. Dat is altijd een regel. Als het jouw probleem is, dan heb je alle hulpbronnen in je om jouw problemen op te lossen. En als het dan op een of andere manier toch niet lukt, dan weet ik nu inmiddels dat ik ook altijd resoneer met een collectief veld. En dat kan ik natuurlijk ook niet oplossen. Dat kan ik alleen maar waarnemen. En, en dan het tot mij nemen. In ieder geval het stukje wat voor mij is in mij oplossen. En dan, en dan ga ik het weer delen met jullie. Want op dit moment is de wereld heel zwaar, koud, vijandig, polariserend. De Matrix is ontzettend bezig om zijn grip te houden op de wereld. Maar het licht is ook heel erg sterk. En de Matrix is zwaar. Maar de aarde, het bewustzijn van de aarde, moeder aarde, is helemaal niet zwaar. En jij hoeft je ook niet zwaar te voelen. Op het moment dat ik mijn eigen zwaarmoedigheid, want er waren wel een aantal redenen in mijn leven, heb opgelost. En het ging niet weg. Nou, dan ga ik echt me afstemmen in meditatie. En dan tune ik in op alles wat is om antwoorden te krijgen. En het was echt super mooi dat ik kreeg echt het antwoord door. En dat wil ik ook zo graag met jullie delen. Dat de wereld is zwaar. Het donker doet zijn best om grip op jou te houden. Die zoekt jouw pijnpunten om jou eruit te trekken. En het belangrijke is naar binnen keren en je eigen pijn aankijken. Dat oplossen, want dan heeft het donker minder grip op je. En de wereld is misschien wel zwaar, maar jij hoeft niet zwaar te zijn. Integendeel zelfs. Het is juist de bedoeling dat jij echt in je licht blijft staan. Want dat antwoord kreeg ik door. Want als ik in mijn zwaarmoedigheid val en ik ga in die neerwaartse spiraal, dan krijgt het donker letterlijk vat op me. En word ik nog meer in die, naar beneden gezogen in het donker. En hoe meer ik in het donker zit, dan kan het licht mij niet bereiken. Dus dat is iets wat ik echt doorkreeg. Zo van, natuurlijk heb je pijnstukken aan te kijken. Je innerlijke pijn kan ook zwaar zijn. Daar moet je ook niet voor weglopen. Ook dat integendeel, want anders krijg je de spirituele bypass. We hebben juist alle donkere, duistere stukken, trauma, pijnstukken in onszelf op te lossen. Om letterlijk bevrijd en verlicht te zijn. Maar als je alles wat van jezelf is, kan je aan. En alles wat niet van jezelf is, dat kan je niet aan. Dat is ook elke keer in opstellingen blijkt dat weer. Je eigen pijn kun je dragen, dat maakt jezelf sterker. En als het je verzwakt, dan is er gewoon echt iets anders aan de hand. En dus ik kreeg echt te horen, als jij meegezogen wordt in die neerwaartse spiraal, dus in het donker terechtkomt, dan kunnen wij jou minder makkelijk bereiken. En toen was mijn eerste reactie natuurlijk van, soms word ik er ook zo moe van. Weet je, om elke keer weer me uit te lijnen, af te stemmen, eruit te stappen. Weet je, soms denk ik, houd het dan nooit eens op. En toen kreeg ik ook een heel duidelijk antwoord. Ze zeiden van, jij hebt jouw taak te doen. Als jij jouw taak doet, dan kunnen wij het onze doen. Want het is nu echt, je bent een co-creator met de lichtwereld. De lichtwereld kan je niet komen redden. Dat is echt onzin. Als je gelooft dat de lichtwereld, dat de lichtwezens je komen redden, dat is echt een illusie. Want we kunnen eigenlijk alleen maar onszelf redden. En ze staan wel achter je, boven je, naast je. Ze begeleiden je, ze geven je steun en kracht.
Maar ze kunnen het niet voor ons doen. Dat hebben we echt zelf te doen. We hebben echt onze eigen donkere stukken aan te kijken, te transformeren, naar binnen te keren, zodat wij niet meer vatbaar zijn voor al die haakjes, die trauma's, pijn zijn haakjes in ons, waar het donker heel gemakkelijk op kan aanhaken en ons leeghaalt, om het zo maar te zeggen. Dus hoe meer wij ons daar bewust van zijn, hoe meer wij het durven aankijken en dan echt transformeren, en dat kan echt, dan wordt het weer lichter. En dat merkte ik zelf ook toen ik even weer dacht, ik ben weer in mijn eigen valkuil gestapt. Ik resoneer altijd mee met het collectief. Vroeger toen ik dat niet wist, heb ik het lot van mijn familie op me genomen, het lot van de wereld. Uiteindelijk burn-out geraakt, dus dat is niet de manier. Het is echt be the change in the world you want to see, van Mahatma Gandhi. Wees zelf de verandering in de wereld die jij wilt zien. En doe er elke dag je grootst mogelijke kleine stap voor. En liefde omvat alles, dus ook jouw donkere stukken en jouw pijn kun je aan. Dat heb ik in mijn eigen leven gemerkt en dat merk ik bij alle cursisten die ik begeleid. Je eigen pijn kun je aan. En je buigt voor het lot van de wereld. Maar je kunt alleen bij jezelf beginnen. Dus stap niet in de valkuil van de zwaarmoedigheid, want hoe zwaarder jij wordt, hoe minder makkelijk het licht je kan bereiken. Jij hebt jouw taak te doen, jouw licht delen, en dan kan de lichtwereld hun taak doen, en namelijk altijd achter ons staan, om ons heen, door ons heen stromen, zodat wij de moed hebben om door te gaan, de moed hebben om los te laten wat niet van ons is, en vertrouwen en overgave, dat dan het pad zich gaat ontvouwen. Dat is echt, echt heel erg belangrijk. Dus deze lightstream wil ik ook heel graag intunen op jouw licht, jouw liefde, jouw vreugde en jouw overvloed. En vanuit die liefde jouw pijn, jouw zwaarte echt omarmen. En van daaruit wordt het lichter.